Goedemiddag. We staan in Nunspeet. Ja. En we staan op een, ja, eigenlijk een hele nieuwe camperplaats. En dat heet camperplaats. Camperpark Kost verloren zie ik staan. Camperpark. En ja, deze is nieuw. Deze is afgelopen augustus geopend. En ja, je ziet het. Nou, we zijn de enige. Dus, tot nu toe. Ik heb de dame kwam net even kennis maken. Dus dat hebben we ook even gedaan. En ik heb even gezegd dat ik wat sluikreclame zou maken voor de camperpark. Dus dat ga ik nou even doen. Ik doe het normaal bijna nooit hoor. Dat heb ik al vaker gezegd. Maar ik ga het even het sanitair gebouwtje even onderzoeken. Nou, dit is de toiletjes. De urinoirtjes. Oh, hier hebben we nog wat boekjes om te lenen. Altijd leuk. Even snel, wij gaan. Nou ja, hier gewoon de normale wc's. Nou, ziet er wel netjes uit. Wc's. Nou, dan zullen de douches hiernaast zijn. Even oppassen voor het afstapje. Nou, hier heb je de afwasplek. Nou, ziet er ook netjes uit. Kijk, nu zijn we bij de douches. Gaan we eens even kijken. Nou, dit is. Kijk. Hij is verwarmd. De kachel staat al aan. Laten we eens kijken. Dit zijn de wastafeltjes voor tanden poetsen en scheren. Nou, prima toch? Hier. Eens even kijken. Nou, eens even de douches bekijken. Nou. Kijk, daar moet je je munt in gooien. En je hebt gewoon een thermostaatkraantje. Dus ja, het ziet er allemaal netjes uit. Het is eigenlijk gewoon zo'n cabine wat je gewend bent in op een camperplaats of op een camping. Dus niks op aan te merken. Nou, wat meestal wel belangrijk is een loosplek. Nou, die zag ik. Die ziet hier wel heel netjes uit. Vaak zit hij op zo'n rotplek. Maar hier zit hij toch vrij goed bereikbaar. Dan kan je eventueel je water vullen. En hier heb je voor de toiletcassette. Dus dat ziet er ook allemaal netjes uit. Nou, hier hebben ze netjes de huisregeltjes ophangen. En je ziet staan, camperpark Kost verloren. We moeten even betalen. Dat gaan we even aan de paal doen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, hè Peter, aan de paal betalen. Nee, voorlopig nog niet reserveren. Ze gaan even aankijken hoe dat gaat. En dan kan je gewoon aanmelden bij de paal. Misschien staat er ook wel bij hoeveel plekken ze hier hebben. Ik heb er eigenlijk niet gekeken op campercontact. Maar iets van 40, 43. Ik weet het niet meer helemaal zeker. Maar gaan we daar... Nou, ik ga even kijken of dat lukt, Peter. Ja, want ik heb dat zelf ook. Die engelen, die wil weg. Ja, ze is er weer bij. Hé, Moed? Hé, hey, oude doos? Maar Moed wil er vandoor. Ja, nou. Nou, we gaan even betalen. Nou, hier staat eigenlijk hoe je het moet doen. Tik op het scherm om te openen. Ja. Boek een camperplaats. Betalen met uw PIN. Uitgebreide informatie. Start booking. Oh, dan moet ik het kenteken. Ja, oh, even wachten. We moeten eerst even dit doen. Personen vanaf 13 jaar. Nou, jij bent 14. Oh nee, dus jij bent 14, dus dat lukt wel. Volgende. Verblijfsduur 2 nachten. Ja. Oh, volgende. €34. Kies het type. Nou, dan zal het dat wel zijn, toch? Huisdieren. Nou, een hond. Volgende. De hond is zo te zien gratis, want dat blijft €34. Volgende. Oh, hier moet ik alles invullen. Nou, dat doe ik even zo. Volgende. Nou, bevestigen. Dan moet ik even mijn kaartje ervoor houden, denk ik. Een ogenblik geduld. Oké. Nou, volgens mij is het gefixt. Mooi. Nou, camperplaats Rijken, €34 armen, maar...
kan het delen met al mijn vrienden. Nou, Peet zat even de BTW van de hond op te ruimen, zie ik. Nou, ik doe nog mee. Ik ben op de takkie. Ja, het is wel fijn dat ze weer mee is, hè? Ja, heel ja. Fijn. En, wat wil jij doen? Nee, ik ben veel te druk met filmen. Ik ga dat... Nee, dat kan niet. En we gaan even eerst naar Nunspeet. Gaan we eens kijken wat daar te beleven valt. En morgen willen we lekker het bos in, hè? Ja. Ja, maar nu is het nog lekker zonnig. Dus we gaan even het dorpje, wat is het, een stadje, dat weet ik nooit. Niet naar gekeken. Gaan we eens even bekijken. Nou, Nunspeet is zeker de moeite waard. Je kan lekker winkelen en je kan er ook nog een heerlijke bak koffie scoren. Nou, ik heb het even nagekeken van de camperplaats. Maar je hebt hier plek voor 43 campers. De maximale lengte die je kwijt kan is 11 meter. En je staat zelf op een verharding. En daarnaast heb je een groen strookje, dus dat is allemaal prima. 10 ampère, dus dat is ook netjes. Inmiddels is er iemand bijgekomen. Maar het is eigenlijk een prima camperplaats, want je hebt alles in de buurt. Je hebt een leuk dorp, je hebt de bossen. En hierachter zit niet zo gek ver bij, wat was het ook weer, Peter? Kilometer of 2, 3, het Veluwe meer? Geen idee, je hebt een mop. Oh, nou ja, voor mij zei die mevrouw dat. En dus ja, het is prima. Dus ik hoop voor ze dat het lekker druk gaat worden. Dus ik zou zeggen, joh, ga er een keer naartoe. Goeiemorgen. We hebben de bossen bereikt. Ja. En we gaan de hond eens even lekker verwennen. Nou ja, klinkt zo raar, maar normaal doet ze doet niet zoveel meer. We hebben het al vaker gezegd. Het is al een dame op leeftijd. En we hebben nou ook zo'n rolriem. Ik ben er niet zo kapot van, want die hadden we bij onze vorige hond ook. En heb je eigenlijk... nul controle, maar ja. Ze luisterde altijd ontzettend goed, maar ze wordt een beetje Oost-Indisch doof. Of selectief, laat ik het maar zo zeggen. Dus ze doet alleen maar wat ze leuk vindt tegenwoordig. Het schijnt er een beetje bij te horen. Dus loslaten doen we dan niet echt meer, want dan weet ik het wel. Dan ruikt ze straks een beestje en dan gaat ze er vandoor. Want ja, de lichaam wil niet meer, maar het kopje nog wel hoor. Dus nou, we gaan even lekker verwandelen. Thank you.
net even lekker gewandeld in het bos. Die hond is uitgeteld. Ja. En we zitten even lekker aan een boterhammetje. We zitten eigenlijk op een bank bij het bezoekerscentrum Nunspeet Veluwe. Dus gaan we zo eens kijken of we daar naar binnen kunnen. Maar ik zie hier een grote toren, hier zo. Volgens mij heet dat het Transferium, zag ik net zo in de gauwigheid. Ja, dan ga ik toch eens kijken of ik daar naar boven kan. Want er zijn wel een aantal trappen, maar ik ben wel benieuwd hoe het uitzicht is. Eerst even een bammetje eten. Ik ben hier binnen. Gaan we eens even kijken. Nou, dat is voor korte duur. Helaas kunnen we niet naar binnen, mensen. Nou, daar baal ik wel van. Ik had wel even naar binnen gewild. Dus. Zo even bij het bezoekerscentrum kijken, Peter. Even de weg overgestoken, want we liepen in het bos en we hoorden de hele tijd al wat. En misschien hoor je het al op de achtergrond, maar eens kijken wat ze hier vlakbij doen. Echt hartstikke leuk. Nunspeet, wat kan ik ervan zeggen? Voor ons een perfecte combinatie, want je kan lekker de natuur in, of het nou de bos is of langs de kust. Maar je hebt dus natuur en je hebt ook een heel leuk centrum waar je van alles kan zien. En, veel winkeltjes. Veel winkeltjes, leuke horeca, dus dat hebben we ook nog even gedaan. Ja. Dus voor ons was Nunspeet helemaal toppie. Top! Maar wij hebben een vraag. Zit jij nou te kijken? Wij zitten met het volgende namelijk. Wij willen nog een aantal dingen aan de camper doen. En één daarvan is fietsendragers. Dat komt nog wel een keer. Maar we willen van de zomer, omdat we afgelopen zomer in Italië waren en het was toch nog wel redelijk warm, willen we geen airco op het. Maar we hebben boven het dak, boven het bed, hebben een standaard luik zitten. En daar wilden we een. Hoe heet zo'n ding?
Max-fan. Een Max-fan, nee. Maar nou horen we en zien we daar verschillende berichten van. Dat ze, ja, ook al zijn ze dicht, komt er toch nog gewoon wind doorheen. En als je dan aan het rijden bent en je hebt toevallig je hoordertje dicht, dat die naar buiten wordt gezogen. Maar wij gaan natuurlijk ook gewoon het hele jaar door. Dus ook gewoon als het koud is. En ja, als ik dan 's nachts lig te slapen en hij is dicht, maar er komt gewoon nog wind naar binnen. Is dat minder? Dan lijkt mij gewoon koud. Ja. Maar misschien heb ik het helemaal mis. Ja. Misschien heb ik ook niet het juiste idee erbij. Maar zit je nou te kijken en je denkt van joh, ik weet precies hoe dat in elkaar steekt. Ja, laat het even weten in de comments. Want, geef het dan even door. Ja, het is wel een ding wat we eigenlijk voor de zomer willen hebben. Want we hebben natuurlijk al gewoon een los ventilatortje. Maar dat is echt... Dat is weinig. En die kan niet op 12 volt. En we gaan natuurlijk van de zomer weer vrijstaan. En zo'n Max-fan die kan gewoon op de accu. Dus ja, dat is wel iets waar we over na zitten te denken. Dus ja, weet jij dat? Ja, laat het ons gewoon even weten. Ja. En ja, met deze laatste vraag willen wij ook gewoon de vlog afsluiten. Ja. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei. Doei.